Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Handig. Mijn naam is Jury en vandaag gaan we weer een kerstdecoratie maken. Nog een aantal dagen, dan is het zover. Dus jullie worden nog even gespamd met nog veel meer kerstdecoraties. En vandaag is het een hele makkelijke. Het enige wat je nou ook nodig hebt, dat zijn wat wasknijpers, wat lijm en wat spuitverf. Gewoon wat je bij de Action kan kopen en zo. Dus kijk mee. Wat gaan we precies maken? We gaan een ster maken, een kerstster. Door middel van wasknijpers en die lijm je aan elkaar met, dat spreken we voor zich natuurlijk, wat lijm. En daarna geeft het een leuk kleurtje. Het kan iedere kleur zijn, dus koop een mooie kleur, een mooie spuitbus. We gaan eerst de knijpers uit elkaar halen. En dat doen we in een versneld tempo, dan hoeven jullie niet zo lang te wachten op. De knijpers zijn gesloopt. Ik heb al die veertjes die heb ik hier nog liggen. Bewaar die, want daar gaan we nog in een ander filmpje ook wat leuke dingen mee doen. Daar kan je nog zat dingen mee doen. Dus bewaar die, gooi die gewoon in een zakje. Die kan je altijd nog gebruiken voor andere dingen. Nu gaan we eerst onze kerstster maken. Heel erg eenvoudig, het spreekt heel erg voor zich. Je pakt de knijpers en je plakt ze op deze manier tegen elkaar aan. Dus gewoon in de tegengestelde richting plak je ze tegen elkaar aan. Kijk maar mee. Ik heb 32 knijpers aan elkaar gelijmd, dus ik heb er nu 16 over, 32 helften. Per ster heb je er 8 nodig, 8 van die paren die je dus aan elkaar hebt gelijmd. En het is heel erg leuk en eenvoudig en je ziet ook nu dat echt de vorm erin komt. Je legt ze namelijk met de schuine kanten zo tegen elkaar aan. Zo gaan ze er uiteindelijk uitzien. Nou moet je het geheel nog aan elkaar lijmen. Oké, je kan er 2 varianten van maken. We gaan eerst een kleine maken, daarna maak ik nog een grotere. Even laten drogen nu en dan doen we de andere 4 hier weer tussen. Oké, onze eerste kerstster ligt hier te drogen, net buiten het beeld. Dus tijd om die andere te maken die een stuk groter wordt. Hiervoor heb je 20 paar knijpers nodig die aan elkaar gelijmd zijn. Dus dat heb ik even gedaan. En in de tussentijd, dus dat die aan het drogen is, gaan we deze maken. Dus kijk mee. In dit geval leg je de lange zijde van de knijpers tegen elkaar aan. Dus net deden we deze kant, nu doen we deze kant. Nou, zoals je ziet is hij helemaal gedroogd. Ik zei dat ik hem eerst nog in een kleurtje ging spuiten, maar eigenlijk vind ik het wel hartstikke leuk. Het heeft wel iets dat het gewoon van hout is. En nu ik er zo naar kijk, vind ik het eigenlijk ook wel lijken op een onderzetter. Dus na de kerst kan je hem ook nog gebruiken om pannen op te zetten bijvoorbeeld. Super handig. Nou is het tijd om hem op te gaan hangen. Ik heb een stuk lint afgeknipt. Nou, bij deze is het heel makkelijk. Die haal je natuurlijk gewoon door het midden heen. En dan heb je hem eigenlijk al. En nou kan je hem dus hartstikke leuk in de kerstboom ophangen. Dan heb je eigen sneeuwvlokjes kerstster gemaakt van wasknijpers. Ik heb besloten om ze aan de deur te hangen. Ik heb nog wat van die plakhaakjes. Altijd handig om in huis te hebben. Dus ik ga ze even aan de deur plakken. En dan gaan we nu de sterren eraan hangen. Nou, zoals je kan zien hangen ze hier achter me. Super leuk, hartstikke makkelijk. Kost je 20 minuutjes en dan heb je echt iets leuks wat je ook in de kerstboom kan hangen. Vond jij deze video nou handig? Vergeet je dan niet te abonneren. Geef ook even een duimpje omhoog. Volg ons op Instagram, op Snapchat. En dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig.